Zullen we eerst met elkaar bidden? Heer, dank u wel dat we hier vanavond weer met elkaar mogen zijn. Heer, wilt u ons ook weer beschermen in deze tijd, Heer, voor al de ziektes die rond waren. U bent per slot van rekening degene die dat in zijn hand heeft. En daarom vertrouwen we op u en vragen ook vanavond om uw bescherming. Wilt u ons ook vooral leren uit uw woord, Heer? Wilt u ons leren hoe uw gemoedstoestand ten opzichte van ons is, ten opzichte van uw volk is? Heer, en wat dat voor gevolgen heeft, want daar gaat Hosea over. En ik denk, zoals Hosea over het volk Israël spreekt, zo denkt u ook over ons. En zo heeft u ook over ons uw mening. Heer, en daar willen we vanavond naar kijken. Wilt u ons daarin begeleiden? In Jezus' naam. Amen. Amen. Dus ik wil net als vorige keer in principe er doorheen lopen, per hoofdstuk. Voor de opname zal ik in principe nog lezen. Als we op een gegeven moment niet meer zo aan de opname gebonden zijn, dan is het misschien leuk als we langzamerhand allemaal eens wat lezen. Maar jullie hoeven je niet gered te voelen om alleen maar naar mijn babbel te luisteren. Hè. Je mag je vragen stellen. En je mag interrumperen, je mag ook aangeven van nou, dit zie ik anders. Want dat is juist het mooie van studie met elkaar, hè, om over dingen na te denken. Volgens de opnames van vorige keer beginnen we bij hoofdstuk 11. Want de opnames van de laatste keer gingen tot en met hoofdstuk 10. Hosea, hoofdstuk 11. Ja. Dus na al die grote profeten, Ezekiel, Daniel, Hosea, krijg je dan. Hosea wordt eigenlijk de opener genoemd van de kleine profeten. Hosea stelt eigenlijk het kader al op van God gaat Israël straffen, maar uiteindelijk gaat hij het ook weer zegenen. En dan al die volgende profeten die vullen dat kader in. Dus je moet de 12 profeten eigenlijk als een schilderij zien. En dan heb je dus, zijn we nu met het kader bezig. Dat is de rand. Zo ziet het er uiteindelijk aan de rand uit. Maar dan al die andere profeetjes gaan daar een kleur in geven. Gaan daar invulling in geven. Vandaar dat ze Hosea de opener van de 12 profeten noemen. Nou, 11 vers 1. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou, misschien weten jullie dat uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, dat ook in Matthäus 2 vers 15 staat. Ik weet niet of jullie dat weten, anders moeten we dat eventjes opzoeken. Matthäus 2 vers 15. Als ik het tenminste goed heb opgeschreven. Matthäus 2 vers 15. Dus even kijken. 2 vers 15. Klopt. Dus als we bij vers 13 even beginnen te lezen. Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Dus de wijzen waren weggegaan bij Jezus en Maria. En ze namen een andere route omdat ze niet meer langs Herodes wilden komen. Dus daarom staat er nadat zij op die manier de wijk genomen hadden. Hè, eigenlijk weggevlucht waren. Er komt er een engel. Jozef krijgt heel vaak een droom of een engel bij zich. Die hem wat vertelt. En blijf. Sta op, vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Dat is heel mooi van Jozef, hoe gehoorzaam die is. Hè? En hoe die ook aanvoelt, wanneer God echt zegt van ja, maar nu is het heel belangrijk, nu is het snel. Daar bleef hij tot de dood van Herodes en zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus in Hosea gaat het niet over Jezus, maar gaat het over Israël. Het volk Israël is zijn oudste zoon. En die komt er gezellig bij. Wij zijn bezig in Hosea 11
Hosea 11. Nou, want we waren vorige keer tot en met hoofdstuk 10 gekomen. En al in de eerste tekst zijn we iets tegengekomen wat ook in het Nieuwe Testament voorkomt. Dus daar stond in hoofdstuk 11 in vers 1: toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Daar gaat het over Israël. Straks gaan we dat zien als we verder gaan. Het gaat puur over Israël. Maar die tekst wordt dus in het Nieuwe Testament ook gebruikt op Jezus. En dus heel veel profetieën die over Israël gaan, die slaan uiteindelijk ook op Jezus. Het was eigenlijk de bedoeling dat Israël het priestervolk van God zou worden. Als dat allemaal gegaan was zoals het bedoeld was, dan zou Jezus eigenlijk helemaal niet hebben hoeven komen. Dan zou Israël de schakel zijn geweest tussen ons en God. Maar Israël was zelfzondig en dus had Israël zelf ook weer verlossing nodig. En dus moest God, en God had dat al van tevoren bedacht allemaal, maar moest God zelf weer voor de oplossing zoeken. Maar het was eigenlijk de bedoeling, en zo gaat het straks ook weer zijn, dat Israël het priestervolk is en dat Israël, zeg maar, ja, de offers voor God gaat verzorgen. Wat voor offers dat dan zullen zijn, zullen we dan wel zien. Maar het is in principe het volk Israël wat onze offers voor Gods troon gaat brengen, hè, op de nieuwe aarde. Nou, dus in Matteüs 2 vers 15 had ik net gezegd, geloof ik, 15. Daar waren de wijzen waren weggegaan bij Maria en Jezus. En dan krijgt Jozef een droom en een engel zegt hem dat hij naar Egypte moet vluchten. En dan staat er in vers 15, daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus als je gewoon op een theologische opleiding hebt gezeten, dan leer je altijd, je moet teksten niet uit hun verband drukken. Nou, eigenlijk, hè, volgens onze principes, haalt God een tekst uit het verband. Want het is een tekst die op Israël slaat en hij past hem toe op zijn zoon. Maar wie zijn wij om tegen God te zeggen, u haalt de tekst uit het verband. Dus wij moeten leren, wat is het verband dat God in zijn woord legt? En daar moeten we ons aan onderwerpen. En niet Gods woord gaan bekritiseren en zeggen, dat is niet volgens onze normen. Want wij moeten gewoon Gods normen leren ontdekken. En dus de tekst die voor Israël bedoeld was, slaat ook op de vlucht van Jezus met Jozef en Maria en dat ze weer terug uit Egypte naar Israël komen. Waardoor je dus de link gaat zien tussen het volk Israël en de positie van Jezus. Daar is een link tussen. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze geroepen werden, want zo zie je dat het absoluut niet verder over Jezus gaat. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Dus je ziet, die tekst is echt wel uit zijn verband gehaald in Matteüs. Dus hoe harder het volk van Israël geroepen werd, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan Baals. Nou, dat is het thema van Hosea. Echtbreuk. Hè? Een echtbreuk tussen God en zijn volk. Ze zijn hem ontrouw en ze gaan zelfs achter afgoden aan. Afgoderij. Dat noemt God hoererij. Hè? Dus daarom is God ook, ja, zo boos over hoererij. Hè? In de realiteit. Omdat het een beeld is van wat er in de geestelijke wereld ook gebeurt. Namelijk dat we God ontrouw zijn en dat we heel makkelijk ook onze hoop stellen op andere goden. Hoeveel christenen tikken niet makkelijk op hout als ze iets af willen kloppen? Nou, eigenlijk moet je beseffen, dat is voor God een grote belediging. Als je aan zou voelen hoe God dat voelt, dan zou je het gewoon niet doen, want dat doet hem gewoon zeer. Want we zeggen iets van afgoden in plaats van dat we respect hebben voor God. Dus voor God is dat niet zomaar iets waar hij wel doorheen kan kijken. Wij moeten leren meer respect te hebben voor God.
Dus ze brachten offers aan Baals en brandden wierook voor godenbeelden. Terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. He, dus God heeft Israël uit Egypte gered. Vandaar dat die link wordt gelegd. God redt Israël uit Egypte. Jezus redt ons uit de slavernij. Zijn volk en ons uit de slavernij. Ja? Dus er zit een link. En God zegt, ik heb toch steeds het goede met jullie voor gehad. Met Adam en Eva had God ook het goede voor. Hij wilde ze het paradijs geven. Alleen, er was één punt waarop zij God gehoorzaamheid eiste. Van die ene boom, van de kennis van goed en kwaad, blijven jullie af. En daar worden ze op verleid door de Satan. Hè, want dan zullen jullie worden als God. Eigenlijk zouden zij dan gelijk gezegd moeten hebben, ja maar, wij willen helemaal niet worden als God. God is er al. Dat hoeft voor ons niet. Maar blijkbaar was dat verlangen zo groot dat ze toch van die vrucht aten in het paradijs. En dus je moet beseffen dat het ging om de verleiding, dan zullen jullie als God worden. Dat was eigenlijk wat de Satan ook wilde. De Satan wil ook als God worden. Daarom doet hij hem steeds na met al zijn eigen capriolen. Hij wil zichzelf als een god laten kennen. Daarom gaat hij straks ook in de tempel zitten. Hè, om zich als een god te laten vereren. Nou, dus God vraagt zich af. Jullie weten dat wierook alleen voor mij gebruikt mag worden. Maar jullie gaan het voor afgoden gebruiken. Nou, dat is het ergste wat je kan doen. Hè, je gebruikt het voor de vijand als het ware. Je verafgoodt de vijand. Jullie branden wierook voor godenbeelden, terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Ik heb jullie toch weggehaald uit Egypte, uit de slavernij. Ik heb toch voor jullie gezorgd. Ik heb jullie manna gegeven in de woestijn. En toen jullie vlees wilden hebben, hebben jullie vlees gekregen. En toen jullie water nodig hadden, hebben jullie water gekregen. Ik heb toch voor jullie gezorgd. Waar verdien ik dit aan om zo minachtend behandeld te worden? Zacht leidde ik hem met de teugels, aan koorden van liefde trok ik hem mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Ik hield ze het voer voor. Ik deed alles voor ze, ik liet mijn liefde zien. Met dat manna kan je laten zien dat God het voer aan ze voorgaf. Met die kwakkels die allemaal in het volk landen, toen ze op doortocht door de woestijn waren. God gaf hen het eten zo goed als in de mond. Hij hield ze het voer voor. En nog gaan ze naar beelden en afgoden die niks waard zijn, die hun helemaal niets kunnen geven. Dat is ook het grote probleem dat we hebben met de katholieke kerk. Het zijn onze christenbroeders, dat kunnen we allemaal makkelijk zeggen. Maar ze doen precies wat God niet wil. Ze maken beelden waarvoor geknield worden. Ze laten het heil van God eigenlijk naar heiligen gaan. Elke dag heeft ze een heilige die voor jou zorgt. Nee, God zorgt voor ons. Die heiligen zijn dood. Die hebben niets meer te vertellen, niets meer in te brengen. Ze zijn als het goed is wel bij God in de hemel op een of andere manier. Hè? Hoe dat dan zit met dodenrijk enzovoorts, daar kunnen we het apart nog eens over hebben. Maar ze hebben hier op aarde niets meer in te brengen. Maria heeft hier op aarde niets meer in te brengen sinds ze overleden is. En het feit dat er voor haar beeld geknield wordt, maakt het alleen maar erger. Dus wij beledigen God op zo'n verschrikkelijke manier. En de katholieke kerk beledigt God op zo'n verschrikkelijke manier. Dat als je dat tot je door laat dingen, dan lukt het niet om te zeggen, ja, het zijn uiteindelijk ook onze broeders. Ja, de mensen misschien wel, als oprechte gelovigen. Maar wat ze doen is een gruwel voor God. Alle kapelletjes die overal staan, zijn een gruwel voor God. Dus, en dat komt dus in Hosea, komt dat steeds weer terug. Je zult dat wel steeds gaan zien. En we hebben het al ook al een aantal keer gehad. Hè. Ze beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Zouden zij niet naar Egypte terugkeren? Zou Assyrië niet over hen heersen, nu zij weigeren naar mij terug te keren?
Ja, want het gaat zo ver, het volk Israël nu nog steeds weigert voor het grootste deel om naar God terug te keren. Dus ja, God wordt daar steeds bozer en teleurgestelder over. Het zwaard zal huishouden in hun steden en hun orakelpriesters neerhouden. En dus dat zijn niet godspriesters, maar dat zijn die afgodenpriesters, die orakelpriesters. Op alles wat ze hebben uitgebroed. En God is zo boos op zijn volk dat hij hen zwaar gaat straffen. Mijn volk bijt zich vast in zijn ontarm, trouw jegens mij. Al roepen ze tot mij de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Nou, dan moet je goed beseffen, dat is dus met Israël gebeurd. Waarom is de Holocaust over Israël gekomen? Waarom heeft God niet ingegrepen? Waarom deed God er niks aan? Want dat vragen Joden zich ook af. Waar was God? Nou, hij had ze van tevoren al, honderden jaren daarvoor, gewaarschuwd dat als ze hem niet trouw bleven, dat hij niet meer naar ze zou luisteren. Dat hij hen zou laten vervolgen vanwege hun ontrouw jegens hem. Al roepen ze tot mij de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Nou, dat hebben we dus onder andere in de Holocaust gezien. Hun lot is niet verlicht. En je moet dan goed beseffen dat het volk Israël iets anders is dan christenen. Christenen komen tot bekering, kiezen er vrijwillig voor om God te gaan dienen. Het volk Israël is gewoon Gods volk, of het wil of niet. God heeft hen uitgekozen. Eigenlijk dus, als we het steeds over uitverkiezing hebben, Gods volk is uitverkoren. Gods volk is uitverkoren. Die fout maken ook heel veel mensen. Ze gaan die uitverkiezing dan soms overbrengen naar de heidenen. Maar de uitverkiezing geldt niet voor de heidenen. De uitverkiezing geldt voor Gods volk. Maar moet je daar blij mee zijn? Dat betekent namelijk, als jij je als uitverkorene je niet aan Gods voorwaarden houdt, dan gaat hij je straffen. En dat heeft hij zijn volk gedaan. Op een verschrikkelijke manier heeft hij zijn volk gestraft. Of laten straffen. Voor ons geldt dus iets anders. Wij komen uit de heidenwereld en wij kiezen vrijwillig voor ons geloof in Jezus Christus. En daarom worden wij in Jezus Christus ook uitverkoren. Doordat we in hem geloven, zijn wij ook uitverkoren. Dat leer je in Romeinen, dat sommige takken van de Israëlieten zijn weggebroken op dit moment. En wij worden daar als wilde enten ingeënt. Wij worden daar ingeplant op hun plek. Maar God zegt in Romeinen, maar als jullie je net zo misdragen als zij, dan is het voor mij heel makkelijk om jullie ook weer terug weg te breken en hen weer terug in te enten. En dat is wat God uiteindelijk gaat doen. En zo gaat het in Romeinen ook verder. En dan gaat hij hen zelf als het ware bekeren. Hij gaat hun een vlees hart geven en hij gaat zijn geest weer in hun binnenste geven. Maar op dit moment, vers 5, de laatste zin, nu zij weigeren naar mij terug te keren. Op dit moment is dat nog steeds zo. Het is maar een heel klein percentage van de Israëlieten wat heel bewust gelooft en wat er ook naar leeft. Het zwaard zal huishouden in hun steden en hun orakelpriesters neerhouden om alles wat ze hebben uitgebroed. Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij, de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit prijs kunnen geven? En eens die omslag. God straft ze heel zwaar, maar eigenlijk zie je dat God gelijk alweer spijt heeft van het feit dat hij ze zo zwaar straft en dat hij ze zo zwaar moet straffen. Wat heb je dan bedoeld met Efraïm? Efraïm, daar wordt de 10 stammen mee bedoeld. Dus op een gegeven moment is het volk Israël in tweeën gesplitst. En dan had je 2 stammen, het wordt Juda genoemd, maar dit zijn Juda en de stam Benjamin. Die worden meestal Juda genoemd. En Efraïm is de grootste stam van het 10 stammenrijk. Efraïm was de zoon van Jozef, een van de zonen van Jozef. Dus als Efraïm genoemd wordt, dan wordt er verwezen naar de 10 stammen. Als Juda wordt genoemd, dan wordt er verwezen naar de 2 stammen. En als ze dus samen worden genoemd, dan wordt heel Israël bedoeld. De 10 stammen plus de 2 stammen.
Dus ach, Efraïm, want de 10 stammen gingen eerder in ballingschap dan de 2 stammen. Juda was in eerste instantie nog iets beter dan Efraïm. Dus Efraïm, de 10 stammen, werden eerst gestraft. Samaria onder andere, en Galilea. Dus eigenlijk de plek waar Jezus steeds geleefd heeft, dat was de plek die het eerst gestraft werd, Galilea en Samaria. En de Joden, de Judeërs, de Joden, die keken nog steeds en kijken denk ik nu nog steeds negatief naar Samaria, waar dat mengvolk woont. Want zij zijn tenminste trouwe Joden, ze zijn trouw gebleven aan God. Maar je gaat straks zien dat dat ook niet zo blijft, helaas. De Joden worden ook ontrouw. Dus je ziet dat God dan in vers 8 eigenlijk gelijk alweer pijn heeft, spijt heeft van ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Je ziet hier het probleem wat ouders ook hebben als ze hun kinderen moeten leren straffen. De eerste keer je kinderen straffen is heel moeilijk. Op de duur gaat het iets makkelijker als ze heel vervelend zijn. Maar de eerste keer dat je een kind een tik geeft, doet het jezelf meestal meer pijn als dat het dat kind pijn doet. Nou, zo is het met God ook. Hij straft zijn volk, maar het doet hem gelijk ook heel zeer. Hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Atma? Dus dat zijn allemaal volken en steden die voor hem ook uitgeroeid zijn. Dus die verdwenen zijn. Je laat de ondergaan als Zeboïm. Mijn hart wordt verscheurd door barmhartigheid, word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben niet iemand die maar kwaad blijft. Als mijn woede voorbij is, dan keer ik weer tot jullie terug. Dan neem ik jullie weer op. Ik ben God en geen mens. Mijn barmhartigheid gaat veel verder dan de barmhartigheid van een mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. Hier gaat het dus eigenlijk al over de eindtijd. Als Israël zich terugbekeerd heeft tot God. En als God belooft, dit gaat nooit meer gebeuren. Het zal vanaf nu goed blijven tussen ons. De Heer zal brullen als een leeuw en zij zullen hem weer volgen. Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van over zee. Dus in een van de andere teksten over die eindtijd staat dat God de Joden gaat opvissen als vissen. En daarna gaat hij ze opjagen als jagers om terug te komen naar het volk Israël, om terug te komen naar het beloofde land. En dat staat nog steeds te gebeuren. Je weet misschien dat de stichting Exodus dat nu ook al doet. En Christenen voor Israël doet dat ook al. Die brengen nu al Joden terug naar Israël. Maar er gaat een moment komen dat God gaat brullen als een leeuw, zullen we maar zeggen. Dat er iets in de geschiedenis gaat gebeuren waardoor iedereen bang wordt voor God. En waar ze zijn volk gaan helpen om terug te keren naar Israël. Dus alle volken gaan zo bang zijn, zoveel ontzag voor God hebben, dat ze het volk Israël gaan helpen om hem terug te brengen naar Israël. Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van over zee. Als bange vogeltjes komen ze uit Egypte, als duiven uit Assyrië. Dan laat ik ze weer wonen in hun eigen huis. Zo spreekt de Heer. Dus je ziet waarom Hosea de opener is van al die profetieën. Hij geeft aan die straf gaat komen. Het gaat heel erg zwaar zijn. Maar God pakt uiteindelijk de draad weer op en hij gaat het herstellen. En God kon dat niet zomaar doen. Want God kan niet onrechtvaardig zijn. God moet straffen. Maar doordat Jezus Christus als hun koning ook hun straf heeft gedragen. Waarom moest Jezus sterven als koning van Israël aan het kruis? Omdat hij de straf voor het volk Israël droeg. In eerste instantie. Het was niet in eerste instantie voor ons heidenen dat hij daar aan het kruis hing. Hij hing aan het kruis
voor zijn eigen volk Israël. Daarom staat er ook een bord boven hem: Jezus Christus, koning der Joden. Hij moest als koning van Israël sterven voor zijn volk, hè, om de straf op zich te nemen. Zo heeft God dus, zonder onrechtvaardig te zijn, zijn volk als het ware vergeven, of hij gaat zijn volk vergeven en hij gaat het herstellen. En wij profiteren daarvan mee als heidenen. Als wij voor Jezus kiezen, dan worden wij in hem ook uitverkoren en ook bevrijd. Maar niet omdat we door God bij het uitverkoren volk horen, maar omdat we er door Jezus Christus ingevoegd worden. Vragen over hoofdstuk 11? Dan gaan we naar hoofdstuk 12. Efraïm, dus dat is weer het tienstammenrijk, hè? Efraïm heeft mij omsingeld met leugens. Het volk van Israël heeft mij ingesloten met bedrog. Jullie weten misschien dat toen het rijk splitste in tweeën, toen heeft de eerste koning, ik dacht Jerobeam, die heeft gelijk besloten van, maar dan wil ik niet dat de Israëlieten nog naar Jeruzalem gaan, naar de tempel. Hij maakte een afgodsbeeld in Bethel en een afgodsbeeld in Dan, aan de twee uitersten van het land. Zodat de Israëlieten niet meer naar de tempel in Jeruzalem hoefden, hè, wat immers nu hun vijand was geworden. Dus vandaar, Efraïm heeft mij omsingeld. Hè. Hij heeft beelden laten maken aan de twee uitersten van het land. Hij heeft God als het ware omsingeld. Met leugens. Het volk van Israël heeft mij ingesloten met bedrog. Maar Juda heeft nog een band met God en blijft de heilige nog trouw. Juda had Jeruzalem nog. En Juda bleef trouw aan God en aan de tempel in Jeruzalem. Efraïm bouwt op lucht. Het zoekt zelfs de verzengende oostenwind op. Daar kun je eigenlijk ook mee de oosterse godsdiensten symboliseren. Hè? Het zoekt zelfs de oostenwind op, de oosterse godsdiensten. Hoe erg vindt God dat niet? Elke dag weer stapelt het leugen op leugen en pleegt het nieuwe gewelddaden. Met Assyrië sluiten ze een verbond. Egypte bieden ze olijfolie aan. En ze proberen overal bondgenoten te maken met geld. En daar is God heel boos om, want hij wil helemaal niet dat ze bondgenootschappen sluiten met andere volken, maar dat ze alleen maar een bondgenootschap met hem hebben. En het oude verbond. De Heer voert een geding tegen Juda. Hij zal Jacob om zijn wangedrag bestraffen. Zijn misdaden zal hij hem vergelden. Dus hier zie je dat de Heer ook een geding voert tegen Juda. Het is niet alleen Efraïm. Hier wordt nu ook het geding tegen Juda genoemd. Al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen. En dan zie je ook weer waarom dat allemaal gebeurd is. Je weet dat Jacob hield Esau bij zijn voet vast, geloof ik, toen hij geboren werd. Dat is allemaal niet voor niets gebeurd. Dat had allemaal al een profetische betekenis. Jacob was een bedrieger. En Jacob werd daarom ook zijn hele leven door anderen bedrogen. Om als het ware van God een lesje te krijgen. Als jij bedriegt, moet je maar eens voelen hoe het is om bedrogen te worden. Maar dat is weer een voorbeeld voor de relatie tussen God en zijn volk. Als Gods volk God iedere keer bedriegt, dan moeten ze door die verhalen van Jacob enzovoorts leren hoe erg dat voor God is om iedere keer door zijn eigen volk bedrogen te worden. En dus in de kracht van zijn leven worstelde hij met God. Je weet dat Jacob, toen hij terugging naar Israël, een strijd had met een engel, en dat wordt hier een strijd met God genoemd. En dan krijgt hij ook van God de naam Israël. En Israël betekent eigenlijk hij die strijdt met God. Ja. Hij worstelde met een engel en overwon. Onder tranen smeekte hij hem om een gunst. In Bethel vond God hem en daar sprak hij al tot ons. Dus Bethel was eigenlijk de eerste plaats die God uitkoos om daar zijn tempel te zetten. Dat was de eerste plek waar God zei van, nou, hier ben ik aanwezig. God sprak, daar sprak hij al tot ons. Hij is de Heer, de God van de hemelse machten.
Heer is zijn naam. En besef dat God gewoon de enige God is en de allerhoogste God die er bestaat. Denk dus nooit aan andere goden en doe niets met andere goden. He, vandaar dat wij toch altijd, katholieken, proberen duidelijk te maken dat de afgodsbeelden in hun huis een belediging zijn voor God, hoe vroom ze ook zijn. Ze zijn een belediging van God. Dus het zou mooi zijn als ze daar los van kwamen. En je merkt dan ook hoe moeilijk het is voor een katholiek om die Maria-beelden of die heilige Christoffel of weet ik wat, om die weg te doen. Want ze doen daar een deel van hun innerlijk als het ware mee weg. Ze zijn ermee verbonden. En dat wil God juist nou niet. Daar is hij zo teleurgesteld over. Hè? Ja. Maar ja, die afgodsbeelden werken, dat kunnen ze eigenlijk maar als ze echt eerst tot bekering komen. En dat ze dan dat zien. Maar goed, ja, zelfs als ze tot bekering zijn gekomen, is het vaak hun moeilijkste stap. Want ja, ze zitten daar zo aan ook met een gevoelsband, zitten ze daar zo mee verbonden, dat ja, vaak duurt het even ook na hun bekering. Ze beseffen het wel, maar ze krijgen het nog niet voor elkaar om het los te laten. En dat is vaak een stuk later. Ik vond dat wel leuk. Wij hadden bijbelstudie bij zo'n bekeerde katholieke vrouw. En ik heb mijn uiterste best gedaan om over die beelden niks te zeggen. We gingen gewoon bijbelstudie doen. Want ik weet uit ervaring, als je iets zegt, gaan die schuttingen overeind. En het wordt alleen maar moeilijker. Dus je kan beter niks zeggen. En dan bijbelstudie doen. En dan, hè, als je Hosea leest, of als je welke profeet ook leest, dan zie je hoe God teleurgesteld of boos is over die afgodsbeelden. En toen kwamen we op een gegeven moment bij haar weer aan huis voor een bijbelstudie. En ze zegt zo tegen mij, en heb je het gezien? Ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet gezien. Maar ze had de beelden weggehaald. En ze had ze in eerste instantie in haar schuur gezet. Maar uiteindelijk later zijn ze helemaal weggegaan. Want ik had haar ook gezegd, ja, eigenlijk moet je ze niet naar de kringloop brengen. Want dan geef je een afgodsbeeld aan de kringloop die daarvoor weinig geld weer aan iemand anders verkocht wordt. Ja. Dus het is eigenlijk, ja, er is eigenlijk maar één mogelijkheid. Je moet ze eigenlijk kapot maken. Ja, daar heb ik ook een heel mooi verhaal van mijn ouders. Toen mijn pa in het begin bekeerd was. Ja, en mijn moeder die was dan ook redelijk zwaar katholiek. En zij geloofde dus ook in beelden en zo. En ze zei tegen mijn pa, jij gelooft maar in uw God en je doet maar wat je wil. Maar dat beeld blijft op de schoorsteen staan. Ja. En toen is gewoon een dag lagen ze in het bed. En in één keer hoorden ze onder in het huis en de kinderen waren aan het spelen, hoorden ze lawaai. En mijn pa schreeuwde, wat zijn je daar aan het doen? Kemels, waar je zei. En toen zei mijn ma, ja, ga maar niet op, zegt ze. Ik heb ervoor gebeden, zegt ze, dat als het God zijn wil was, dat beeld moest van de schoorsteen afvallen. En het is afgevallen. En toen kwam op, het was afgevallen. Ja, vaak hebben ze echt wel een duwtje, een teken nodig om daar, ja, klaar mee te komen. Dat is gewoon. En het is ook logisch, ja, een katholiek is vanaf kinds af, vanaf het hele allereerste begin daar ingedrenkt. Dus het is voor ons makkelijk om te zeggen, dat moet je wegdoen. Maar je scheurt een deel uit je lichaam voor je gevoel. En ja, dat heeft soms even zijn tijd nodig. Dat is ook wel eigenlijk een veralgemening van katholieken, maar ik ken ook die totaal niks met beelden hebben. Ja, dat heb je in Nederland veel meer. Ik vind het hier minder. Ja, misschien niet, maar ik ken een paar katholieke Amerikanen die hebben dat. Ja, nou, Amerikanen en bijvoorbeeld ook Nederlanders, zeker naar het noorden, die hebben er niks mee. Ja, dat klopt. Maar de meeste katholieken die ik hier ken, hebben allemaal ergens iets gemeen met de beelden. Ja. En ze hangen er ook heel zwaar aan, want wij hebben een geburen. Dus die vrouw is al 92 jaar nu ondertussen. En ja, dat was zeker een jaar of vier geleden dat we met haar gepraat hadden. We hadden dan over de Bijbel gepraat en toen zei ze, ja, zegt ze, eerlijk gezegd, zegt ze, je hebt volkomen gelijk, zegt ze, maar ik ga toch vasthouden wat ik vast heb. Ja, maar kijk, wij, ja, dus voor jullie is het al iets begrijpelijker, maar wij als Nederlandse protestanten praten daar heel makkelijk over. Van, dat moet je wegdoen, dat moet je kapot maken. Maar wij zijn niet van jongs af aan daarin opgegroeid en hebben daar altijd tot gebeden en altijd
verhoringen gekregen. Dus wat zou er verkeerd zijn? Hè? Dus ja, voor ons is het simpel, maar je moet beseffen in een cultuur waar dat vanaf kinds af aan er zo in zit. Je ziet ook hoeveel moeite niet-gelovigen in België, hoe moeilijk ze de kerk echt helemaal los kunnen laten. Hè? Ja. Uiteindelijk, ja, met kerst, ja, toch maar gaan. Of, ja, begrafenis, ga je per definitie. Hè? Trouw. Trouw, toch ook liever maar in de kerk. Ja, dus ook al hebben ze geen geloof meer, ja. Communie. Die communie en ja, dat vormsel. Hè? Ik, hebben jullie dat radio-uitzending, nee, de tv-uitzending op het journaal gezien? Een meid, dus ze waren het vormsel aan het inhalen. Hè? Want het had niet door kunnen gaan, ze waren het aan het inhalen. En een van die meisjes, van die kinderen, wordt geïnterviewd. Ja, ik heb eigenlijk weinig met het geloof. Maar ze werd wel gevormd door de priester. Wat ik dan zo erg vind, is dat ze dan nog als ongelovigen die helemaal toegeven dat ze niet gelovigen zijn, en dat ze dan een mist gaan doen voordat degene die dan gestorven is, dat hij mag in de hemel komen. Ja, ja, ja. Ja. Mensen, ja. Inderdaad, als mensen eenmaal dood zijn, dan zijn ze toch gered of zo. Hè. Ja, maar het meeste zeggen van die mensen die ik dan ken, en wie door zijn ze heel katholiek, die zeggen dan, oh, stop erover, voor ons is het gewoon schop aarde over het gezicht en gedaan. Ja, ja, ja. Maar achteraf gaan ze dan wel 7 of 8 missen organiseren voor dat de mens toch weer in de hemel komt. En als je diezelfde mensen vraagt, zit jij allemaal mee in de hemel? Ja, die wel. Voor mij is er niks meer, maar ja, die is wel in de hemel. Er is vaak iets heel inconsequents in. Ja. Maar je hoort het nu ook bij heidenen. Heidenen die je ook zeggen, ja, hè, dat is nu een sterretje daar of zo, hè, die is daar boven. Ja, ja. Maar er is niks meer hierna. Dat is heel inconsequent. Ik heb zelfs al van christenen gehoord dat als de vrouw gestorven was en dan 5 jaar of 10 jaar daarna de man, dat ze zeggen van, ah, nu is die met mama. Ja, ja. Of met papa. Ja. En zeg papa of mama een goeie dag. Ja. Als je daar komt. Ja. En zo van die zwakzin. Dus. Ja. Ja. Dus vandaar dat je daar vaak heel veel inconsequente zaken in hoort. En dat we God, ja, zonder het vaak te beseffen, enorm teleurstellen. Of zelfs boos maken. Hij is de Heer, de God van de hemelse machten. Heer is zijn naam. Vers 7. Hoofdstuk 12, vers 7. Keer voorgoed terug naar die God. Laat je leiden door liefde en recht. Blijf voortdurend hopen op je God. He, ook nu moeten wij leren dat de beproevingen die we nu krijgen ons terug moeten sturen naar God. Ons dichter bij God moeten brengen. Niet dichter bij de wetenschap die alles wel op zal lossen. Nee, wij moeten naar God vluchten en het van hem verwachten. Dat handelsvolk heeft altijd een valse weegschaal bij de hand. Het is verzot op afzetterij. Nou, het gekke is, het scheldwoord Jood komt een beetje van het bedriegen bij markt, met markt, met geld, met noem maar op. Dus je merkt het ook in de oorlog, alle spotprenten gingen over Joden en geld en dat soort zaken en hoe ze je beet nemen. Nou, wat bedoelen ze, handelsvolk? Wat is dat dan? Dat handelsvolk, dus Israël, ja. Het volk Israël, dat handelsvolk, heeft altijd een valse weegschaal bij de hand. Het is verzot op afzetterij, het is verzot op bedriegerij. Dus een lichter gewicht als ze iets verkopen en een zwaarder gewicht als ze iets kopen. Hè, zodat ze meer krijgen. En dan hoor je ook hoe erg, op sommige plekken zullen we dat nog tegenkomen, hoe erg God dat vindt als wij bewust bedriegen in de handel. God is absoluut niet tegen handel, want er wordt heel veel over handel gesproken in de Bijbel, maar valse handel, bedriegerij, dat is voor God ook een gruwel. Omdat God per definitie rechtvaardig is. En hij wil dat wij ook rechtvaardig zijn. Hoor Efraïm zeggen, maar ik ben toch rijk geworden. Heer, hier zie je dat Efraïm, 10 stammen rijk. Dus daar gaat het mee verder. Maar ik ben toch rijk geworden. Hè? Ja. Heb ik mij geen aanzien verworven? Wijst mijn winst soms op iets kwalijks dat de naam van zonde verdient?
Hè? Men stelde in die tijd ook, en ook nu komt dat weer terug, prosperity gospel. Jullie kennen de term misschien? Ja. Vooral onder de zwarte mensen, hè, de zwarte christenen, is er eigenlijk een soort verwachting dat als je God trouw dient, word je rijk. Ja. Je mag hem vragen wat je wil en je gaat het krijgen. Dat noemen ze prosperity gospel. En als dat dan gebeurt, dan bewijst dat dat jij het goed doet. Want God beloont jou. Ja? En dat is hier ook aan de hand. Het wijst mijn winst er dan niet op dat God me zegent. Want dat was hun gedachte. Als ik winst heb, dan betekent dat God mij zegent. Dan doe ik toch niks verkeerd. Dat was hun redenering. Dat was toen al en dat was nu, is nu nog. Maar ik, de Heer, ben je God al sinds Egypte en ik laat je opnieuw in tenten wonen als in de tijd van onze ontmoeting. God gaat tegen het eind ervoor zorgen dat het volk Israël weer terug in tenten moet wonen. En dat ze hem ontmoeten in de woestijn. Waarschijnlijk gaat dat op een moment zijn dat ze moeten vluchten voor legers die Israël aanvallen of zoiets dergelijks. En dan zullen ze weer terug wonen in tenten in de woestijn. En dan zal God zich weer laten zien. Ik heb tot de profeten gesproken en talrijke visioenen geschonken door mijn profeten. Heb ik je een spiegel voorgehouden. En je weet het best. Ik heb het je verteld. De profeten hebben het je verteld. Je hebt geen excuus om het niet te weten. Was Gilead al misdadig? Ephraim is nog dieper gevallen. Gilead, dat was dus het overjordaanse. Hè? Er waren enkele stammen over de Jordaan blijven steken. En die zijn ook het eerst zondig geworden. Want die zaten natuurlijk tussen allemaal heidenen. En die kwamen niet zo makkelijk meer naar Jeruzalem toe. Dus die zijn eigenlijk het eerst afgevallen. Was Gilead al misdadig? Ephraim is nog dieper gevallen. Al die stierenoffers in Gilgal. Dus dat was die plaats die Jeroboam had ingesteld om als vervanger voor Jeruzalem te dienen. Al die stierenoffers in Gilgal. Dus een offer op een verkeerde plek is voor God ook iets wat hem enorm irriteert. En al die altaren als steenhopen aan de rand van een geploegde akker. Wat heb je nu aan de rand van akkers? Kapelletjes. Zie je dat het hier staat? Al die altaren als steenhopen aan de rand van een geploegde akker. God vindt het erg. God wil dat helemaal niet. En wij denken, dat zijn vrome mensen. Die bouwen een kapelletje aan hun akker. Die laten tenminste zien dat ze goede katholieken zijn. Die geloven tenminste. God vindt dat juist niet goed. Maar dat wordt ze ook niet verteld. Jacob vluchtte naar Aram. Israël werd knecht om een vrouw te krijgen. Om een vrouw hoede hij de schapen. Dus Jacob werd min of meer vernederd om zijn eigen bedrog. Hij kreeg een straf vanwege dat hij zelf zijn vader bedrogen had. Door een profeet leidde de Heer Israël uit Egypte weg. Door een profeet werd Israël gehoed. Dan denken we aan Mozes. Hè? Die profeet is Mozes. Maar Mozes is weer ook een verwijzing naar Jezus Christus. Die straks bij het eind van de tijd ditzelfde dan zal doen. Hij zal zijn volk bevrijden en weer in vrijheid brengen. Dus door een profeet leidde de Heer Israël uit Egypte weg. Door een profeet werd Israël gehoed. Hoe diep heeft dit volk zijn Heer gekrenkt? Ziet staan. Hoe diep heeft dit volk zijn Heer gekrenkt? Maar het bloed aan Ephraims handen zal de Heer hem aanrekenen en de smaad die Ephraim hem aandeed, zal hij vergelden. Dus daar heb je weer die bestraffing. We hadden net al weer, God vindt het erg om Ephraim te bestraffen. Dan had je weer dit min of meer de visie op de toekomst. Maar nu zegt God nog, nee, nu ga je eerst gestraft worden. Nog vragen over hoofdstuk 12 of opmerkingen? Ja, ik heb wel een opmerking. Als je ziet dat God het niet tolereert dat de mens zijn eigen weg gaat en zijn eigen wil doet. En er zijn nu heel veel christenen, spijtig genoeg, ik wijs niemand met de vinger, maar die denken ook dat er geen wet meer is. Terwijl het de Bijbel zegt, ik zal mijn wetten in hun harten leggen. Ja. En ze denken gewoon,
Zo erg is dat niet meer. Het kan allemaal. Ja. En we zouden in principe moeten op ons zondig leven denken dat we minder gaan zondigen. Daarom zijn wij dus... Kijk, wij denken dat we beter zijn dan anderen. Dat denk ik helemaal niet. Maar wij doen ook ongemerkt heel veel dingen niet goed, verkeerd. Dat is gewoon zo. Dus wij vinden het leuk om naar de katholieken te wijzen. Maar als wij nu eens kritisch ons eigen leven onder al die voorwaarden leggen, wat blijft er dan van over? En welke dingen blijven wij bewust verkeerd doen en bewust zondigen, terwijl we eigenlijk weten dat het niet mag? Ja, ik zeg dat ook als ik evangeliseer. Dan zeg ik ook tegen de mensen, u moet nu niet denken dat ik denk dat ik beter ben dan u. Ik voel me slechter dan u, want ik weet en ik besef dat het niet mag en ik ga het toch zondigen. Ja. Maar, zeg ik dan erbij, ik heb wel Jezus. En wie Jezus heeft, die heeft ook de sleutel van het koninkrijk. Ja, ja. Maar dus dat is weer iets waar moslims zich zo aan ergeren. Dus die christenen die mogen gewoon blijven zondigen omdat ze Jezus hebben. Oh, heb ik dan boos op. Ja, nee, ik wil niet blijven zondigen, ik wil van de zonde af. Ja. Ik haat de zonde. Ja. Maar ze overvalt mij. Ja. Ja, maar dat is het. Ja. Goed, dan gaan we naar hoofdstuk 13. Mag het nog? Of? Oh, ik wil nog een vraagje. Oh ja, tuurlijk. Ga je gang. Hoe moet je dat eigenlijk voorstellen, hoe dat werd aan het volk werd verteld? Door, ik denk nu aan Jezus die gewoon door het land loopt en in de gras de mensen toespreekt, maar hoe gaat dat? Nou, die profeten deden dat eigenlijk ook op die manier. Liepen gewoon rond en waarschuwden de mensen. Spraken tot de mensen. Dit heeft Hesea allemaal tot de mensen in het openbare gezegd. En ik denk ook dat de mensen toen, dus Gods volk, waar God mee bezig was, dat zij ook heel goed het besef hadden wat er gaande was. Juist gelijk wij christenen, wij beseffen ook heel goed waar we mee bezig zijn en we doen toch soms nog verkeerd. Ja. Ja. Ja, hoewel je ook een aantal keren leest dat heel veel dingen totaal weggezakt waren. Bijvoorbeeld het jubeljaar, dat is geloof ik bijna nooit gevierd. Over één keer misschien, alleen de eerste keer en verder nooit. En daar neemt God op de duurzaam volk kwalijk. Wij kunnen dat nu vanuit economisch opzicht begrijpen. Een heel jaar je land stillen. Wat kost dat niet? Snap je? En bij een jubeljaar, het 40ste en 49ste en 50ste jaar, moest je 2 jaar je land laten stillen. Ja? Wij kunnen nu voorstellen hoe moeilijk het is voor een mens in het algemeen om dan te zeggen, ja, maar je moet op God vertrouwen, dat gaat allemaal goed komen. Ja, 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 makkelijk praten wordt er dan gezegd. Ja. Maar je hebt nu gezien, als God ons dwingt om een jaar stil te zijn en niks te doen, dat het beter gaat met de natuur, dat het beter gaat met heel veel dingen. Als wij dat vrijwillig zouden doen, als wij gewoon ons vrijwillig aan die voorwaarden zouden houden, hoe zou de wereld er dan uitzien? Eigenlijk zouden we moeten pleiten voor terug het jubeljaar invoeren, om de 7 jaar een jaar gewoon de boel rustig laten. En om de 50 jaar, of om de 49 jaar weer die stilstand en het 50ste jaar, een jubeljaar waarop de slaven vrij worden gelaten. En dat soort zaken. Dus het zou zo mooi zijn en daar gaat het waarschijnlijk wel weer naartoe terug, alhoewel. Op de nieuwe wereld, wie weet hoe dat dan allemaal gaat, want dan is het allemaal niet meer nodig, hoop ik. Maar in het 1000-jarig rijk zal het waarschijnlijk wel zo gaan. Goed, ik zal dan over hoofdstuk 30 gaan. Israëls einde staat er bij mij boven. Als de stam Efraïm zich liet horen, beefde iedereen. Het had groot gezag in Israël. Efraïm was de grootste stam en zat in het sterkste leger. Dus ja. Efraïm had respect voor de omgeving, door de omgeving. Toen maakte zich schuldig aan de verering van Baal en daarmee tekende hij zijn doodvonnis. Dus door afgoderij te bedrijven teken je je doodvonnis. Toch bleven ze zondigen. Ze maakten een godenbeeld
En met hun zilver maakten ze nog meer beelden, naar eigen smaak, niet meer dan het werk van ambachtslieden. Men zegt van hen, mensen die offeren, kussen kalven. He, dus, ja, waar zijn ze nou mee bezig? Ze maken zelf die goden en daarna gaan ze ervoor knielen. Hoe dom kun je zijn? He. Dus mensen die offeren, kussen kalven. Daarom zullen ze worden als een ochtendnevel, als dauw die 's morgens vroeg verdwijnt, als kaf dat wordt weggeblazen van de dorsvloer, of als rook uit een trekgat. Het tienstammenrijk is over de hele wereld verspreid. We weten sommige stammen niet eens terug te vinden. Hè? Dus ze zijn als rook weggewaaid, ze zijn verdwenen. Maar ik, de Heer, ben je God al sinds Egypte. En met andere goden mag je je niet inlaten. Buiten mij is er niemand die je redt. Kijk, je moet ook beseffen, ik ben de enige God die jullie redding is. Waarom vlucht je dan niet naar mij? Dat was ook het probleem van Job. Daarom is Job ook weer een beeld van Israël. Want Job voelde zich door God gestraft. Maar Job besefte heel goed, ja, de enige die me uit deze positie kan halen, is diezelfde God waarvan ik het idee heb dat die man straf is. Dat is eigenlijk het beeld van Israël. Ja? Alleen het verschil met Israël en Job is, Job leefde rechtvaardig, maar die vond zichzelf ook heel rechtvaardig. En Israël leeft onrechtvaardig. Dus Israël heeft geen excuus dat ze door God vervolgd worden. Job werd eigenlijk op de proef gesteld. God wist dat Job zijn geloof niet los zou laten. En hij stond het Satan toe om dat te beproeven. Maar hij stond hem dat toe omdat hij wist dat Job hem niet in de steek zou laten. Want God kent Job van haven tot gord. En God heeft het voor Job weer als een les gebruikt in een stukje nederigheid. Want ja, als je Job een beetje leest, was hij wel redelijk zelfverzekerd van zijn goedheid en zijn rechtvaardigheid. Dus hij had zichzelf wel op een piedestal gezet. En dat moest hij waarschijnlijk een beetje afleren. Maar ik ben de Heer, ben je God al sinds Egypte. En met andere goden mag je je niet inlaten. Buiten mij is er niemand die je redt. Ik heb naar je omgezien in de woestijn, in de dorre woestenij. Ik heb hen op weidegrond gebracht en ze raakten verzadigd. He, dus hij heeft ze in het beloofde land gebracht en daar raakten ze verzadigd. Maar toen ze eenmaal verzadigd waren, werden ze hoogmoedig en keerden ze mij de rug toe. Dat gebeurt ook met heel veel christenen die rijk worden. He, ze ervaren eerst hun rijkdom van God als een zegen, maar dan zijn ze wat langer rijk, dan worden ze hoogmoedig en dan keren ze God de rug toe. Dat zie je in de praktijk ontzettend vaak gebeuren. Vandaar dat rijkdom een beproeving is voor elk mens. Je kan beter niet te rijk en niet te arm zijn. Niet te arm zodat je niet gaat stelen en niet te rijk dat je niet overmoedig gaat worden. Komt ook terug in de spreuken. Ja. 7. Daarom ben ik naar hen op jacht gegaan als een leeuw. Als een panter lig ik langs de weg op de loer. Ik val hen aan als een berin die van haar jongen beroofd is. God is gewoon beledigd. En hij is echt boos op zijn volk, dat ze hem zo beledigen en in de steek laten. En dan, ja, hij gaat ze gewoon straffen. Ik rijd hun borstkas open, als een leeuwin verslind ik hen. Wilde dieren zullen hem verscheuren. Nou, als je aan de Holocaust denkt, dan is dat ook. Hè? Wilde dieren waren zelfs mensen die als wilde dieren hen verscheurd hebben. Het wordt je noodlottig, Israël, dat je op mij aangewezen bent, hè. Vreselijk is het te vallen in de handen van een wrekend God. Je moet beseffen, God is onze redding. Maar als je God beledigt, tegen God ingaat, God vernedert, ja, dan kom je tegenover God te staan die wreekt. En dat is verschrikkelijk. Het wordt je noodlottig, Israël. Besef dat dit allemaal al van tevoren tegen Israël is gezegd. Ze zijn steeds gewaarschuwd, maar ze veranderen niet. Dat is het grote probleem. Israël nu kan het ook weten, dat als ze terugkeren tot God, dat God ze weer gaat zegenen. Maar het grootste deel van het volk moet niets van God hebben.
Waar is die koning van je nu? Hij zou je toch redden, je steden beschermen en je heersers? Je hebt toch om een koning en om leiders gevraagd? Ik heb je koningen gegeven in mijn woede en in mijn toorn nam ik ze weer weg. Denk aan Saul. Ze vroegen om een koning. Samuel vond dat een belediging voor hem als priester. Maar God zei, nee, ze beledigen jou niet. Ze beledigen mij. Want ik ben immers hun koning. Ja. Dus hij heeft ze die koning gegeven. En in zijn toorn nam God die koning ook weer weg. En nu is dat ook zo. De koning is weggenomen. Israël heeft geen aardse koning meer. Maar ook de hemelse koning is uit Israël weggenomen. 70 jaar nadat Christus, nee, 40 jaar nadat hij naar de hemel is gegaan, 70 jaar nadat hij op aarde kwam, is de tempel in Jeruzalem afgebroken en weggehaald. En door Titus is op een gegeven moment door een tweede expeditie bevolen dat ze alle stenen van dat tempelplein moesten afvegen. Dat tempelplein moest volledig leeg worden. Dat was een straf die God had voor zich. Elke steen zal worden afgebroken. Alles zal weggaan. Want God mocht daar niet meer zijn, wilde daar niet meer zijn. En dat laat hij zien doordat die tempel gewoon er niet meer is. Er staat zelfs een afgodentempel, een moskee voor in de plaats. Dus het wordt je noodlottig, Israël, dat je op mij aangewezen bent. Waar is die koning van je nu? Hij zal je toch redden, je steden beschermen en je heersers. Je hebt toch een koning en om leiders gevraagd? Ik heb je koningen gegeven in mijn woede en in mijn toorn nam ik ze weer weg. Efraïms misdaden zijn gebundeld en zijn zonden blijven bewaard. Dus God vergeet die zonden niet. Wanneer de barensweeën komen, is hij het domme kind als het zover is dat de weg uit de baarmoeder niet weet te vinden. Dus dan geeft God de kans om opnieuw gered te worden, opnieuw tot bekering te komen, maar hij weet de weg uit de baarmoeder niet te vinden. Nou, aan welke tijd denken we dan? Dan denken we aan het volk Israël dat Jezus Christus niet heeft erkend of gekend. God gaf ze een nieuwe kans, hij gaf ze de Messias. Als ze die hadden geaccepteerd, was daar het nieuwe begin geweest, maar ze konden hem niet vinden. Dus dat zie je hier terugkomen. Waarom zou ik hen dan vrijkopen uit de macht van het dodenrijk of verlossen van de dood? Dood, zijn de pest om je heen. Dodenrijk, waar zijn je kwellingen? Ik ken geen medelijden meer. Dus er is een tijd geweest dat God het allemaal liet gebeuren. Hij kende geen medelijden meer. Dat hebben we gezien. Zo voorspoedig als Efraïm was te midden van zijn broers, als de oostenwind komt, ja als de Heer de wind uit de woestijn laat opsteken, dan zullen zijn bronnen opdrogen, zijn waterputten droogvallen. Alles wat waardevol is, wordt uit zijn schatkamer geroofd. God straft met droogte. En dat zal volgens Openbaringen in de eindtijd weer gaan gebeuren. Er zal een enorme hitte komen, een enorme droogte, de rivieren zullen opdrogen. En de mensen zullen God vervloeken vanwege de dorst en de hitte. Dus dit gaat weer terugkomen. Nou, tot zover, dus hoofdstuk 14 is dan voor de laatste keer. En dan zullen we wel kijken wat we eventueel verder gaan doen. Hè? Of we gewoon doorgaan met Joël. Of dat we eerst een ander onderwerp nemen. Jullie mogen erover nadenken. Als er bijvoorbeeld een onderwerp is waarvan je zegt van, dat thema, dat vind ik wel mooi om dat in de gezamenlijke Bijbelstudie te doen. Dan gaan we een thema eerst doen. Hè? Dat kun je ook voorstellen. Nog opmerkingen? Tot zover.